NEC speelde afgelopen vrijdag een dramatische uitwedstrijd in en tegen Volendam. Toch wisten de Nijmegenaren met 2-3 te winnen. Ron, we gingen er met z'n allen even lekker voor zitten, daar 7 minuten. Ja, wij ook moet ik zeggen. Maar goed, soms zie je dat ook, hè, dat het dan op een gegeven moment een stukje gemakzuchtig wordt. En van, het hoeft allemaal niet zo voor 200%. Maar goed, je moet altijd bij de les blijven, elke partij. En je ziet op een gegeven moment ook dat het een beetje weg hebt. Je moet gewoon 3-0 maken, vind ik. Je geeft wat kansen weg. Vlak voor rust kunnen hun al op 2-1 komen. Dus dat is een beetje het signaal. En de tweede helft eigenlijk onder controle totdat het eigenlijk Joey de fout in gaat. Dan wordt het 2-1. Ja, dan weet je hoe het werkt in het voetbal. Dan blijf je onder druk, dan krijg je wat meer geloof. Ja, dan valt terecht, denk ik, de 2-2. Ja. Je ziet het weg hebben, het vertrouwen op een of andere manier. Wat kun je daaraan doen als trainer? Ja, dat is moeilijk, hè. Vooral in de fase dat er 2-1 valt. Dan ga je zelf als ploeg twijfelen. Dan zeg ik ook, weet je wel, je kunt grip hebben in een wedstrijd. Maar het kan ook zo de andere kant op slaan. Door het dom balverlies te leiden of dat je onverwachts een tegengoal krijgt. Ja, dan kan een wedstrijd wel eens helemaal gekanten. Dat zag je in Volendam ook. En we hadden dan in die fase ook grote problemen met hun. RKC is een heel ander elftal, toch? Ja, ik denk betere spelers, een beter team. Ze spelen ook in een lastig systeem. Veel beweging, vooral voorin, centraal. De zijkant veel creativiteit. Dus ja, wordt een lastig potje. Ik schrok toch heel even toen Druiven uitviel? Maar die kan gewoon meedoen, denk ik, toch? Ja, die kan gewoon meespelen. Dus wat dat betreft is alles aan boord. Behalve Joey dan, die is geschorst. En dan zal Jozef er gaan spelen. Verder geen wijzigingen? Geen wijzigingen. Succes. Dankjewel.